Ik sta op een mini one blok. En als ik dit blokje hak, krijg ik er allemaal spullen uit. Zoals een magma cube spawn egg. Oh, dit was zo dom. Waarom doe ik dit? Maar als ik even verder hak, kan ik ook dingen krijgen als een diamond pickaxe. En nog veel meer zeldzame loot. En er kunnen zelfs speciale items uitkomen. Ik zie namelijk hier een mini diamond. En ik moet weten wat die mini diamond is. Alleen daarvoor moet ik eerst een normale diamond krijgen. Dus laat ik maar zoveel mogelijk hakken. En ik heb trouwens een idee, want dit is heel onhandig op zo'n klein blokje. Straks val ik naar beneden. Want ik kan namelijk gewoon ook de blokken gebruiken die ik al heb. Om mezelf wat meer ruimte te geven. Kijk, dit werkt veel beter. Oh, wat krijg ik allemaal? Ik heb een mini pickaxe in mijn hand. Oké, dit heb ik nog nooit gehad in Minecraft. Maar wat ik hiermee kan, ik heb echt geen flauw idee. Dus dat ga ik even testen. Met een mini pickaxe kan ik heel veel dingen tegelijk minen. Wat heb ik gekregen? Ik heb een tiny temple gekregen. Klik op de rechtermuisknop om hem te activeren. Nou, dat gaan we natuurlijk even doen. Oh, nu ben ik hier. Wat kan ik hier doen? Ik zie daar in de verte een kist. Ik moet die kist zien te verzamelen. Want ik moet namelijk hele goede loot verzamelen. Om de kleinste en de dragon ooit te verslaan. Dus laat ik maar snel hier naar binnen gaan. En ik heb zo'n idee dat deze kist een val is. Wacht. Met deze mini pickaxe kan ik heel snel hakken. En dan kan ik kijken of hier misschien wat onder zit. Ja, zie je wel. Oh nee. Allemaal pressure plates. Ik moet uitkijken dat ik daar niet op sta. Want dan ontploft waarschijnlijk de hele boel. Net als met normaal Minecraft. Oké, wat zit er in deze kist? Oh, een tiny end portal. En combineer de twee. En dan krijg je een normale end portal of zo. En een return lasso. Nou, ik weet niet wat die return lasso is. Ik denk dat ik daarmee terug kan naar mijn normale one block. Maar eerst wil ik even kijken wat voor loot ik hier allemaal kan vinden. Want ik kan namelijk echt heel snel hakken. Oké, hier ligt niet heel veel. Ik denk dat ik toch moet proberen op een manier naar beneden te komen. Is hier niet de trap of zo? Dat gaat een stukje makkelijker. Nee, oké. Ik denk dat het een kwestie van hakken wordt. Ik moet weten namelijk of daar een beetje goede loot in zit. Dus ik ga gewoon via hier naar beneden hakken. Kijk, dit is perfect. Dit is precies. Precies hoe je het ook doet als je namelijk in een normale tempel zit. En dan, die pressure plates ga ik voor de zekerheid even weghakken. Want kijk, ik wist het. Er zit TNT onder. En wat zit er in deze kisten? Een golden apple. Oh, wat is dit nou? Mini TNT. Oké, dat wil ik meenemen. En dat gaan we straks even testen. Eerst even elke kist looten die er is. Kijk, al die golden apples nemen we mee. Alle mini TNT nemen we natuurlijk mee. En ik weet 100% zeker dat ik al die een golden enchanted apple. Ik weet 100% zeker dat ik al die mini TNT nodig heb om de Ender Dragon te kunnen verslaan. Kijk, nog meer golden apples. Als we die kist even weghakken, daarachter. Oh, dat is trouwens veel handiger. Ik heb nu namelijk de mini TNT verdeeld over mijn inventory. En als ik dan even mijn diamond axe erbij pak en alle kisten weghak, krijg ik gewoon alles in mijn inventory. Dit is perfect. En er zijn hier ook enchanted boeken. Die enchanted boeken ga ik niet eens meenemen. Ik denk dat ik met die mini TNT gewoon de Ender Dragon ook kan verslaan. Oké, en overal zit hetzelfde. Mijn hele inventory zit gewoon erbij daar vol. Ik ga niet eens elk kistje hakken. Kijk, dit is perfect. Ik heb echt heel veel loot. En ik wil die mini TNT even testen. Wat gebeurt er? Boom. Oh, je kan er gewoon TNT mee gooien. Dit is echt zo vet. Ik wil er meer hebben. Oké, ik doe mijn hele inventory gewoon even leeg. Want al die rommel, die hoef ik namelijk toch niet in mijn inventory te hebben. Dan verspreid ik mijn hele inventory met mini TNT. En dan hoef ik alleen nog maar hier doorheen te lopen. En dan pak ik automatisch dus al die mini TNT op. En dan is het de kwestie van gewoon even alle kisten weghakken. En kijk, mijn inventory zit gewoon propvol met mini TNT. Oftewel gewoon een gigantisch TNT kanon. Oké, ik heb wel genoeg geld verzameld. We gaan de return lasso gebruiken. En ik ben terug op mijn mini one block. Oké, wat kan ik nog meer allemaal krijgen? Ik ben echt heel benieuwd. Oh nee, er vallen totem en van dyings naar beneden. Die wil ik hebben. Oké, er ligt er hier eentje. Maar nu zit mijn hele inventory vol met mini TNT. Dus ik kan niks meer oppakken. Oké, daar heb ik misschien niet heel goed over nagedacht. Had ik maar een kist. Dat zou zoveel beter uitkomen op dit moment even. Ik heb ook helemaal geen hout. Oké, misschien is het toch slim als ik in ieder geval wat mini TNT weggooi. Want dan heb ik hier een totem of dying. En dan kan ik in ieder geval niet meer dood. En kan ik nog wat zeldzame spullen krijgen? Ik kan bijna niet eens meer zien wat ik allemaal krijg. Ik ga gewoon heel veel klikken en... Nou, hier heb ik echt helemaal niks aan. Mijn hele inventory zit propvol. Ik krijg alleen maar rommel. Oh, wat moet ik hier nou allemaal mee? Er moet een manier zijn hoe ik nog zo'n kleine mini-end krijg. Dan krijg ik namelijk een mini-end portal. En kan ik dus de Ender Dragon verslaan. En ondertussen sparen er maar allemaal spullen in. Wat waarschijnlijk allemaal rommel is. Weet je wat? Ik ga gewoon even op die mini-one-blok staan. En ik ga gewoon even refreshen tot een jigsaw-blok. Ik wou zeggen, totdat ik iets zeldzaams krijg. Wat is een jigsaw-blok? Wat kan ik hiermee? Kan ik hem neerzetten? Ik kan hem niet neerzetten. Een jigsaw blok. Wat zou ik met een jigsaw blok kunnen? Ik heb echt geen flauw idee. Weg ermee.
Oké, maar dit was wel een goede tactiek. Ik ga hier gewoon op blijven klikken. Dan krijg ik telkens een nieuw blokje van een wanblok. Totdat ik iets heb wat zeldzaam is. En eigenlijk zou ik het dus wel fijn vinden als ik gewoon even wat hout krijg. Dan kan ik een chest... Oh, ik had hout. En ik heb het zojuist weggegooid. Dat was zo dom. Maar dan kan ik een chest maken. Of een shulkerbox. En die heb ik ook al een paar keer voorbij zien komen. Die heb ik ook al een paar keer weggegooid. Precies zoals ik zojuist deed. Oké, we hebben een shulkerbox. Dat komt perfect uit. Die kan ik dan even hier neerzetten. En in de shulkerbox doe ik gewoon al een TNT. En kijk dan, er blijven maar spullen komen. Omdat ik zoveel heb gehakt met mijn pickaxe. Maar het is gewoon letterlijk allemaal rommel. Ik heb hier helemaal niks aan. Oké, de golden apples doen we hier ook even in voor de zekerheid. En de one block is weer gestopt. Dus ik kan weer gewoon eventjes rustig hakken. En het lijkt alsof de one block is geüpgraded. Want ik krijg nu wel kisten namelijk. Oh, en ik zag een diamond. We krijgen nu diamond ores en iron pickaxen. En jullie weten wat ik daarmee kan doen. Namelijk de diamond ore neerzetten. Met de iron pickaxe hakken we hem weg. Waardoor we een diamond hebben. Daar ging mijn diamond. Oh, geef me even een nieuwe diamond ore alsjeblieft. Dit was zo dom. Weet je wat? Het eerste wat ik ga doen. Is eventjes wat meer ruimte maken op mijn mini one block. Want ik kan bijna mijn continu niet keren hier. Oké, en ik heb weer een diamond ore gekregen. Dit keer ga ik hem wel goed neerzetten. En dan kom op, geef me de diamond. Oké, en dan die moet ik even craften. En dan krijg ik een mini diamond. Alleen wat ik daarmee kan, weet ik niet. Wat nou als ik gewoon dit doe. En dan kan ik er misschien een zwaard van maken. Nee, je kan het gebruiken om mini items te craften. Wat is dit? Tiny armor. Oh, je hebt wel een mini zwaard. Alleen hij doet het niet bij mij. Wacht, ik moet sticks maken. Had ik nou net geen stick? Deed ik nou net een plank daar? Maar dat was echt heel dom. Oh. Oké, we hebben een klein zwaard. En wat hebben we hier? Een kleine trident. Geen idee wat ik daarmee kan. Maar ik wil eigenlijk mijn zwaard wel even proberen. Dus laat ik gewoon verder hakken. En hopelijk krijg ik dan een item die ik kan gebruiken. Om bijvoorbeeld de Ender Dragon te verslaan. Want ik kan nu niet eens bij de Ender Dragon komen. En dat vind ik echt niet leuk. Oké, geef me goede loot. Ik ga gewoon blijven klikken. Bababababab. En heb ik goede loot gekregen. Ik heb tiny armor. Wat gebeurt er als ik dit aanzet? Ik ben onzichtbaar. Of ik ben niet onzichtbaar. Wacht eens even. Als ik mijn broek uitdoe. Ik ben heel erg klein. Wat heb ik er nou weer aan dat ik opeens super klein ben? Oh. Hier heb ik toch helemaal niks aan. Oké, ik heb een idee. Ik heb hier een barrel. Die ga ik even neerzetten. Daar doe ik dan weer alle spullen in. En dan ga ik gewoon weer even op de one block staan. En kijken of ik weer iets nieuws zeldzaams heb gekregen. Oh, niet naar beneden vallen. Eens even kijken. We hebben een structure void. Wat ik daarmee kan, weet ik niet. Wat is dit? Oh, een tiny village. Tiny village vind ik wel leuk om te gebruiken. Maar eerst dit gebruiken. Wat kan ik hiermee? Ik heb geen idee wat ik hiermee kan. Ik heb nu een onzichtbaar blok. Huh? Wat ik zojuist heb gedaan? Ik heb echt geen flauw idee. Weet je wat? Laat ik maar naar de tiny village gaan. Oké, deze tiny village is niet zo tiny. Maar wat kan ik hier allemaal vinden? Oh, we hebben hier wel koeien. Geef je die koeien misschien goede loot of zo? Nee, daar heb ik echt helemaal niks aan. Weet je wat? Ik denk dat het gewoon de bedoeling is dat ik in dit huis even ga kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Hallo, tiny village. Ik kom even naar binnen, ja? Vind je vast niet erg. Een kist. Wat zit er in de kist? Oh, dat is het tweede deel van het endportaal. En weer een return lasso. En oh, ik heb een netherite zwaard. Waarom had ik helemaal niet gezien dat ik een netherite zwaard had? Die is wel vet. En kijk dan hoe raar mijn skin eruit ziet. Oké, we gaan eens even kijken. Wat zit er in deze kisten? Niet hele bijzondere loot. Wel weer een diamond. Ik ga hem wel meenemen. Want dan kan ik namelijk weer mini diamonds maken. Kijk, hier nog meer diamonds. Als ik gewoon al die diamonds meeneem, kan ik goede armor maken. En dat heb ik denk ik wel nodig tegen de Ender Dragon. En trouwens, ik heb een idee. We gaan gewoon weer even elke kist weghakken. En dan krijg ik gewoon alles wat erin zit. Dat is veel slimmer. Het enige wat ik wil is namelijk die diamonds of goede armor. En alle kisten zijn weg. En wat heb ik allemaal gekregen? Ik heb een netherite chestplate. Ligt hier dan niet nog meer netherite armor? Ik heb geen idee. Het is onduidelijk. Weet je wat? We gaan de lasso gebruiken. Zodat ik terug ben op mijn one block. En ik maak trouwens even wat sticks. En nog wat mini diamonds. Want volgens mij kan ik die trident maken. Wat ik eraan heb, weet ik niet. Maar dat gaan we testen als we... Trouwens, kijk echt hoe raar dit eruit ziet. Maar dat gaan we testen als we gaan vechten tegen de Ender Dragon. Maar daarvoor moet ik eerst nog een helm hebben. En even wat schoenen. De rest van de diamonds, die hoef ik niet meer. We hebben namelijk volledige diamond armor. Met die twee endportalen kunnen we een grote maken. En dan kunnen we teleporteren. Als het goed is, naar de end. Let's go. En we zijn in de end. En ik lijk wel een reus. Of nou, de end is heel klein. En de Ender Dragon is ook heel klein. Maar hoe ga ik die ooit kunnen killen? Hallo Ender Dragon. Kom eens even hier. Kan ik niet gewoon die trident op je gooien? Oh nee. Oh, ik val naar beneden. Oh, dit meen je niet. En waar spawn ik? Laat me raden. Op mijn mini one block. Oké, het is echt onmogelijk om deze Ender Dragon te verslaan. En dit was de video. Klik even links voor een Minecraft video. Rechts voor een Roblox video. En kies snel, want ze gaan weg in 3, 2, 1.